Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. President Santokki draagt Surinames visie uit in zaken reactivering UNASUR. Suriname en Guyana kunnen alleen verenigd duurzame ontwikkeling bereiken. Minister Ramdin doet bloemenhulde ter nagedachtenis Amerikaanse strijders. En kunst en cultuur centraal in stadsvernieuwing Waterkant. De meeting of the presidents of the countries of South America, oftewel de staatshoofdenvergadering van Zuid-Amerika, vindt deze week in Brazilië plaats. President Chandrika Persat Santokki vertrok vandaag, 29 mei, naar Brazilië om met 11 Zuid-Amerikaanse staatshoofden van gedachten te wisselen over het integratieproces van Zuid-Amerika. Deze bijeenkomst is een initiatief van de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva met als doel reactivering van de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties, UNASUR. Inderdaad, dus president Lula, sinds zijn aantreden heeft hij weer enorm veel initiatieven genomen in een heel korte tijd om zeg maar Brazilië te positioneren op wereldniveau. Hij heeft een aantal initiatieven genomen in het kader van milieu en in dat verband zal 8 en 9 augustus een ontmoeting zijn in Belém. Dat specifiek zal gaan over milieubescherming van het Amazonegebied. Dat is een belangrijke activiteit. Ondertussen is bekend geworden dat Brazilië COP 30 zal hosten, dat is in 2025. Dus los van zijn commitment naar milieuzaken, hij heeft binnenlands heel wat andere activiteiten ook ondernomen, zien we dat president Lula, zoals hij dat eerder heeft gedaan, ook op het politiek niveau nadrukkelijk aanwezig is. Zo heeft hij gesprekken gehad met BRICS, de BRICS-landen, Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. En het is een belangrijk moment voor ons, omdat de wereld een beetje in onzekerheid is wanneer deze grote landen bijeenkomen. In dat verband zien we ook dat president Lula dus inderdaad die Zuid-Amerikaanse integratie, dat lange tijd een beetje onduidelijk was, weer heeft opgepakt. Dus hij heeft de presidenten van de Zuid-Amerikaanse landen, 12 in totaal, uitgenodigd om op 30 mei een discussie te hebben. En het doel is inderdaad de reactivering van UNASUR. Voor zover wij op dit moment kunnen zien, zullen alle presidenten van Zuid-Amerika aanwezig zijn. President Santokki heeft bevestigd, ook toen minister van Binnenlandse Zaken Mauro Vieira hier was, dat hij aanwezig zal zijn. En we kijken uit naar de discussies die zullen worden gehouden. Het is weer een andere tijd. Maar het is wel belangrijk dat in Zuid-Amerika er ook een samenwerkingsverband is tussen de verschillende landen. Voor lange tijd niet geweest en dat heeft wel voor wat issues gezorgd, omdat we dan eindelijk niet met elkaar kunnen afstemmen. President Santokki zal dus maandagochtend afreizen en dan woensdag terugkeren. Er is een Braziliaans vliegtuig ter beschikking gesteld voor de presidenten van Suriname en president van Guyana. Dus zij zullen samen reizen met een hele kleine delegatie naar Brazilië. In deze nieuwe context na COVID-19 is het inderdaad uniek. Voorheen zijn Zuid-Amerikaanse presidenten wel bijeengekomen in het kader van andere initiatieven die zijn genomen. Maar ze werden nooit volledig ondersteund door alle landen. Dus het was nooit alle 12 bij elkaar. CELAC, het Zuid-Amerikaanse, Latijns-Amerikaanse en Caribische entiteit, die heeft wel ontmoetingen gehad en daar zijn ze wel bij elkaar gekomen, maar dat gaat breder dan Zuid-Amerika. U moet er rekening mee houden, Brazilië is een van de grootste economieën in de wereld, is een van de grootste landen in de wereld
Het is onze zuiderbuur, dus strategisch belangrijk voor ons. We hebben enorm goede betrekkingen met Brazilië. We willen die ook uitbouwen. Dus ik denk dat het in dat opzicht zeker uniek is dat deze 12 landen onder sterk leiderschap van een president van de grootste economie in Zuid-Amerika bij elkaar gaan komen. Suriname en Guyana zullen volgens president Santokki alleen verenigd duurzame ontwikkeling bereiken voor hun naties en welvaart van hun volkeren. Het Surinaamse staatshoofd zei het voorgaande op zaterdag 27 mei 2023 in de Royal Ballroom van Hotel Torarica bij de 57ste viering van de Onafhankelijkheidsdag van de Coöperatieve Republiek Guyana. President Santokki spreekt van opwindende tijden voor beide landen, aangezien nieuwe economische hulpbronnen hen een mooie toekomst bieden. Kijkt u mee. Suriname and Guyana belong also to different and separate integration and cooperation of intergovernmental organizations. We both are members of the Caribbean Community CARICOM and we are members of the cooperation effort in South America. And beyond these, we are part of many other sub-regional and regional specialized agencies in different fields of policy making and execution. We must commit to work together in this organization based on shared values and principles and to take positions following political and diplomatic consultations. This will provide us an opportunity to bring new perspectives to the discussion on poverty eradication, climate change, debt restructuring, financing for development and conflict resolution. Our cooperation at the regional level with CARICOM, CELAC and ACTO will help us continue to dialogue on regional integration and implement functional cooperation. In this region, we still have a long way to go to fulfill dreams of our founding fathers and our own for real independence, prosperity, and well-being. Only united will achieve sustainable development for our nations and prosperity of our peoples. Het is natuurlijk in het kader van het 57-jarige onafhankelijkheidsdag van de Republiek Guyana. Uiteraard vanwege het overlijden, het komend overlijden van 19 kinderen, jonge kinderen bij een brand, had deze herdenking een beetje een ander karakter. President Santokki heeft zijn condolences overgebracht, maar ook alle steun toegezegd. Het is natuurlijk een tragedie, een trieste situatie. Maar we zijn buurlanden en als buurlanden hebben wij natuurlijk een langdurige relatie. Niet alleen vanaf de onafhankelijkheid in formele zin, maar lang daarvoor ook. De bevolkingen zijn met elkaar bekend, ze gaan over en weer. Ze hebben zaken in eigen landen, in hun landen hebben wij zaken. En in Suriname hebben wij Guyanese die actief zijn. Dus er is een hele nauwe samenwerking en nauwe relatie, cultureel qua bevolking. Memorial Day is een federale feestdag
in de Verenigde Staten voor het eren en rouwen van de Amerikaanse militairen die het leven hebben gelaten tijdens hun dienst in de strijdkrachten. Memorial Day, oorspronkelijk bekend als Decoration Day, is op zaterdag 27 mei 2023 voor het eerst in Suriname herdacht. Tot de aanwezigen behoorden ook minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking en andere Surinaamse en Amerikaanse hoogwaardigheidsbekleders en legerfunctionarissen. Wij voeren u terug naar dit moment. Het is een heel belangrijke dag in Amerika. Het is de dag waaraan wij denken aan die mensen die hebben hun leven gegeven in service voor de Amerikaanse leger. En voor Suriname hebben wij veel Amerikanen hier verloren. En het is heel belangrijk dat wij onze respect aan die mensen geven met dit ceremonie. Maar ook te vieren de coöperatie, de lange gedeelde geschiedenis tussen Suriname en Amerika. Want als ik zeg in mijn toespraak, het begint met onze onafhankelijkheid tot vandaag. Maar vooral tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden we veel Amerikanen hier, veel Amerikanen van het leger. En we hebben echt veel geleerd van elkaar. En het heeft Amerika helemaal veranderd dat we waren hier en andere plekken in de hele wereld tijdens de Wereldoorlog. Maar we bleven toch hier in Suriname en we hebben nog sterker banden. It's an extremely important day, especially for the American service members. We honor our fallen. We are all been affected by someone who we have lost at the many horrible wars that the world is in. And to be here in Suriname and hold the first one is very historic. I appreciate the ambassador putting this together because I think it's so important with the strong partnership that we have with the Surinamese Defense Force. It's an honor to be here because Suriname was affected just as every other country in the world was during these wars that we've lost our people. So yeah, I'm extremely honored to be here. I think it's an important thing and hopefully a tradition that will be carried on going forward. And what is your position here in Suriname? Well, I'm the director of the Joint Staff for the South Dakota National Guard, and we have a state partnership with the Surinamese Defense Force, and we share training, share information, and we have a strong partnership. We zijn hier inderdaad bij de eerste herdenking van Memorial Day, nationale feestdag in de Verenigde Staten. Het is een belangrijk moment voor de Amerikanen uiteraard, want zij herdenken op deze dag alle gevallenen, Amerikaanse gevallenen in verschillende oorlogen in de wereld. En voor ons is het ook wel belangrijk, één, dat deze herdenking ook nu voor het eerst in Suriname plaatsvindt. Maar daarnaast, er zijn verschillende Surinamers gedurende verschillende wereldoorlogen die hebben meegedaan. En verschillende van ze als vrijwilligers ook, en die hun leven hebben gelaten. We hebben daarom niet ver van hier het monument van gevallenen van de Tweede Wereldoorlog. Dat symboliseert de bijdrage die Surinamers hebben geleverd aan de strijd voor vrijheid, voor gerechtigheid, voor respect, voor mensenrechten. En kijk, uiteindelijk, als we een mooie samenleving willen creëren, dan gaan we die fundamentele waarden en normen moeten hebben. En ik ben blij dat we dit doen, omdat het ook ons een gelegenheid geeft om onze mensen te herdenken, die we ook doen op andere gelegenheden, maar dit is een additioneel moment. We hebben goede relatie met de Verenigde Staten, dit zal het versterken en ik denk dat het in termen van de samenwerking op het gebied van defensie en nationale veiligheid, dat we duidelijk zien dat dat toeneemt en dat er dus een goede samenwerking ontstaat tussen de beide landen. Het ministerie van Openbare Werken
streeft naar vernieuwing en verfraaiing van de binnenstad van Paramaribo in een model waarbij kunst en cultuur centraal staan. In dit kader is er een aanvang gemaakt met het project Stadsvernieuwing Waterkant van Waag tot aan Gemaal Jodenbreestraat. Om de samenleving van relevante informatie te voorzien, heeft er op vrijdag 26 mei 2023 een informatiesessie voor de media plaatsgevonden op het hoofdkantoor van Openbare Werken. Ja, we hebben vandaag gemeend om ook als stakeholders de media uit te nodigen om over een van de vele investeringsplannen te praten langs de waterkant. We hebben als regering, nu komt een regering, een investeerder gaat die ook in PPP wil investeren langs de waterkant. En dat is vanuit de markt tot Waaggebouw en omgeving. En we hebben afgelopen dagen alle stakeholders gehoord. En we willen ook de media op de hoogte stellen, zodat ze ook de informatie een beetje kunnen verspreiden. En het project is gepresenteerd en men kan vragen stellen. U sprak over een investeerder. Wie is deze investeerder? Deze investeerder is meneer Hogeboom, misschien onbekende. Dat is de vroegere mensen die hem nog kennen, misschien mijn leeftijd zijn. Dat is de vroegere directeur van Faco, boekhandel. Dat bedrijf is onlangs verkocht ook. Maar Faco is heel bekend in de samenleving en Prolasco is ook heel bekend. En zo had hij nog meer bedrijven. En hij wil iets teruggeven als geschenk aan het land Suriname, vooral de binnenstad Paramaribo, gericht op een stuk leefbaarheid. Dat is het doel. Je weet, Paramaribo ziet er al een paar jaar een beetje verlaten uit. En er zijn verschillende mensen die de leefbaarheid willen stimuleren, particulieren. En ook hij is één van ze. Dus het studiegebied is vrij groot. Is vanuit de centrale markt tot voorbij het Waaggebouw. Daar heb je op een gegeven moment bij de centrale bank de Damwanden. Dus ongeveer tot daar. Het is een vrij groot gebied. Een deel van de weg. En je kan zelf bepalen hoe ver je in de rivier wil gaan. Niet te ver, maar ook niet te dichtbij. Dus een stuk gaat land zal gegenereerd moeten worden door damwanden te heien en op te vullen met zand. Het gaat er gewoon om dat het thema is kunst en cultuur. En binnen dat thema is die ruimte beschikbaar als we een overeenstemming bereiken om wat zaken te creëren, zoals bijvoorbeeld een theater, een museum. We denken ook aan die veersteiger waar mensen komen van Komwijnen naar Paramaribo, dat blijft. Misschien een kleine terminal voor kleine toeristische boten die komen. Je hebt de markt waar men vooral aan cultuurproducten doet. Dus als je de markt als je dat gebouw kan omtoveren tot een cultuurontwerp, cultuurgebouw. En de stands ook zodanig kan regelen dat het aantrekkelijker wordt voor de toeristen. Dan is het meegenomen. Parkeren is een probleem, dus je moet ook een parkingprobleem oplossen. Dus je kan parking in de lucht opzetten. Dus dit soort voorstellen zal de projectontwikkelaar moeten verzamelen. En dan gaat hij aan de slag om te ontwerpen. Kijkers, dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.